Op allerlei plaatsen in de provincie worden sport- en spelweken georganiseerd voor de jeugd. Van Spijkerdorp tot Overlevingskamp. Ook in Letenzeradiel zijn er een week lang feestelijke activiteiten voor de kids. 650 kinderen hebben onder leiding van ruim 150 vrijwilligers een fantastische week. Onder andere verfgooien, survivaltocht en nog veel meer gekke dingen te doen. Donderdag op vrijdagnacht kan iedereen zelfs blijven slapen. Woensdag leerden de kinderen in Winsum om te vierljeppen. Daarnaast was er een Pippi Langkous race, SpongeBob estafette, sudoku, levend ganzenbord, voetbal en het weer zit tot nu toe helemaal mee en het lijkt ook de rest van de week helemaal goed te zijn. Ildo Bijlsma van de organisatie vertelt het een en ander over de spulwieken. Vandaag hebben wij een vierlep-kliniek, dus de kinderen leren hier vierleppen, of die krijgen daar een beetje cursus in. En op het kaartsveld hiernaast hebben we spelletjes voor de kinderen. Het thema is bennenprogramma's, dus we hebben een Pippi Langkous race, daar moeten ze grote schoenen aan doen en met een pannenkoek omhoog gooien. En we hebben een SpongeBob estafette met sponsen en ja, van alles en nog wat, sudoku's, denkspelletjes, dus dat is heel gevarieerd. Voor groep 7 en 8 is het tot vrijdag. En voor, even denken hoor, 3 en 4 is het alleen op maandag en dinsdag. Of op dinsdag of op woensdag en donderdag. En voor groep 5 en 6 is het tot donderdag. Alleen overdag of ook 's nachts? Bij ons blijven ze ook één nacht slapen op donderdagavond. Ik heb 6! 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
besloten met de survival. Dus ja, als je ze een beetje ziet, dan staat er altijd een grote smile op het voorhoofd. Hoeveel kinderen doen er mee? In al de drie de dorpen doen er zo'n 600 kinderen mee. En hoeveel begeleiders zijn er? Bij ons, wij hebben zo'n 40 begeleiders voor 200 kinderen. Ieder jaar is het de eerste week van de vakantie, van de zomervakantie.